De spreker Jan Jongboom, CTO van Edge Impulse, een start-up die zich richt op machine learning on the edge. Dus niet in de cloud, maar op het apparaat zelf. Hij was eerder ook betrokken als programmeur bij diverse Mozilla-projecten. En hij is erkend Google Developer Expert. Dus ik geef het woord graag aan jou, Jan Jongboom. Hey, dankjewel, Floris. Nou, hallo allemaal. Ontzettend leuk om te zien dat er zo ontzettend veel mensen hier zijn. Ik zat denk ik tussen de drie zalen iets van 700 of 800 mensen online. Er is ook niet heel veel beters te doen. Maar heel erg fijn dat jullie er allemaal nog zijn. Zeker nog voor deze laatste talk. Het wordt superleuk. Dus in plaats van ja, toch wat heel veel mensen denken aan machine learning en AI, waar je grote servers, waar je datacenters vol met servers en GPU's nodig hebt, gaan we nu eens even kijken naar wat we eigenlijk nodig hebben om niet eens AI, ik noem het liever van machine learning, want uiteindelijk is het gewoon wiskunde underneath en dat gaan we ook vandaag laten zien. Om dat te draaien op de kleinste apparaten die je overal om je heen ziet. En het leuke is ook, na afloop van deze talk, de laatste 10 minuten of zo, besteed ik aan een demo. En die kan je zo meteen tijdens deze quarantaine tijden ook gewoon thuis doen. Dus je kan zelf sensordata verzamelen en zelf een machine learning model trainen. Kost je ongeveer een uurtje. En dan weet je pas echt wat machine learning voor jou kan doen. Nou ja, zoals Floris al zei, ik ben Jan Jongboom. Ik ben de CTO en co-founder van Edge Impulse. Ik heb een hele lange achtergrond in het maken van devices. Een aantal Mozilla-projecten waar ik aan heb gewerkt, is de grootste ervan is Firefox OS. Als mensen dat nog herinneren, ergens rond 2014, bouwden we mobiele telefoons voor de derde wereld. Daarna heb ik 3,5 jaar bij ARM gewerkt. ARM is de grootste chipmaker van de wereld. Ze ontwerpen de blauwdrukken achter vrijwel alle chips in je telefoon, maar ook in vrijwel alle slimme apparaten. Miljarden en miljarden chips elk jaar met de architectuur die gemaakt worden. Nu 1,5 jaar als de co-founder van Edge Impulse. En wij zijn een start-up, we zijn 20 man nu, die zich richten op software om machine learning toe te passen op sensordata. En het liefst ook machine learning software die kan draaien op de sensor zelf. Dus hele kleine algoritmes die kunnen draaien op hele kleine apparaten, maar wel data uit de echte wereld kunnen analyseren in real time. Ik en Tweakers gaan al heel erg lang terug. Ik weet niet precies hoe lang ik mijn account heb, maar 10 jaar geleden blogde ik heel veel op Tweakblogs. Destijds werkte ik voor Funda. En het leuke is, deze blogs staan nu nog steeds online. En kom ik nog wel eens terug als mensen op mijn naam zoeken. Dus heel interessant. En eigenlijk voor mij ook een belangrijk deel geweest in mijn carrière, denk ik. Omdat je realiseert je in één keer dat andere mensen het ook interessant vinden wat je aan het bouwen bent. Wie meer, bouw je eigen naam enigszins op. En nou, tada, daar staan we dus vanavond op de Tweakers Meetup. Op een van de Tweakers. Dus super interessant. En heel leuk. Dus een community is meer dan alleen een community met mensen die je interessant gesprek kan hebben. Het kan ook ontzettend goed zijn voor carrière en bedenken wat je later eigenlijk wil doen. Dus, nou, dit is een super interessant grafiekje. Hij komt uit 2017, maar ik denk dat hij redelijk accuraat is. We zijn eigenlijk nog iets sneller gegaan. Dit is het aantal processoren dat verkocht is tussen 1991 en weet je, de prognosis was 2021. Tussen 2013 en 1991, een periode van 22 jaar, zo lang hebben we erover gedaan om 50 miljard chips te shippen. De 50 miljard daarna, dat duurde nog maar 4 jaar. En nu gaat het echt, en nu worden er 50 miljard per, of 30 miljard ongeveer, 35 miljard per jaar gemaakt. Ontzettend veel processoren. En eigenlijk al die processoren gaan niet in personal computers, niet in mijn laptop die op mijn computer of op mijn bureau die hier naast me staat, of zelfs mijn telefoon die hier in mijn zak zit. Nee, die gaan in alle slimmere, steeds slimmere apparaten die we overal om ons heen zien. Een Tesla Model S heeft iets van 65 losse processoren in zich, all around de auto. En de laatste keer dat ik op London Heathrow stond, omdat ik mijn tandenborstel ergens was vergeten in een hotel, was het ontzettend moeilijk om überhaupt een elektrische tandenborstel te vinden die niet ook al een Bluetooth-chip had. En dat valt eigenlijk nog allemaal in het niet bij het aantal processoren dat in apparaten gaan in de industrie. Dus in grotere machines, in robots, waar vaak zelfs al op elk stukje van de actuator weer een losse processor zit. Dus super interessante grote combinatie van consumer electronics, van industrial appliances, en dingen gewoon in je huis, zoals mijn piano. Hier zelfs in het pedaal zitten al processoren. Dus
die hele grote, dus die miljarden chips die we verkopen, die worden verkocht. Vaak niet eens in normale computers, maar er is een hele soort schaduwindustrie die je zelf niet ziet. Zelfs als programmeur zie je die vaak niet, want embedded software, weet je, het schrijven van die software die in dit, op dit soort apparatentijd is niet een heel sexy tak. Het is moeilijk, het wordt vaak nog in C geschreven. Ik denk dat er by far de meeste apparaten in de wereld draaien nog steeds, de software erop wordt nog steeds in C geschreven, terwijl je dat eigenlijk daarbuiten bijna niet meer ziet. Maar deze apparaten zijn ook een stuk minder krachtig dan alles wat we normaal gesproken in onze zak hebben, of normaal gesproken op ons bureau bestaan. Veel van die apparaten, en dit is een beetje waar mijn specialisme vandaan kwam, toen ik bij ARM werkte, is specifiek voor microcontrollers. Hele kleine, kind of one package. Je hebt één pakketje, dit typisch is misschien een millimeter of zo. Dit is een Nest, de smart thermostat. En je ziet daar hoe klein de eigenlijke processor is, die daar vormgeeft in het rood. Dus microcontrollers maken de bulk van die 30, 40 miljard chips die elk jaar, processoren die elk jaar worden verkocht. Microcontrollers zijn er een heel groot deel van. Ik denk zeker 3/4. Vaak hele kleine apparaten, misschien is vierkante centimeter, goedkoop, weet je, tussen de $1 en $3. Heel efficiënt. Dus ze hebben vaak geen boot cycles, draaien geen volledig operating system. Dus je kan ze heel snel aan- en uitzetten. Dat betekent dat je ze vaak op een batterij kan laten draaien. Dus heel cool. En ze komen dus in één pakketje met alles erin. Processor, geheugen, flash storage. Het nadeel is dat ze heel erg traag zijn. 100 MHz is eigenlijk al heel erg snel. En vaak heel erg limited memory hebben. Dus 256 kilobyte geheugen. Nou, weet je, mijn desktop computer in 1990 had meer. Dus we hebben heel veel van dit soort apparaten all around us. Als jij een nieuwe slimme lightbulb koopt van Philips, dan zit daar ook een microcontroller in. Maar wat doen we nou eigenlijk met al die apparaten? Nou, stel je wil dus dingen worden voor. Er zijn echt twee dingen waarmee je doet. Of je verzamelt er data mee. Bijvoorbeeld je thermostaat, die zit hier. En die is constant data aan het verzamelen over wat de huidige temperatuur is. Of je controleert er iets mee. Dus het kan een chip zijn in je slimme lightbulb. Die je met je app aan of uit kan zetten. Dus vaak zijn het heel lage, heel low resolution data die over de lijn gaat. En dan wordt er of een beetje data van het apparaat naar een centrale locatie gestuurd. De temperatuur is nu 12 graden. Of er wordt een commando gegeven, bijvoorbeeld vanaf je telefoon. En zegt, nou, doe dit apparaat aan, dat is één bit. En hij controleert ermee het licht aan of uit. Als je er eens over na gaat denken, over die twee dingen. Dus je kan of dingen controleren, of je kan meetwaardes doorgeven. En je gaat dan denken, oké, nou, wat voor dingen kunnen we er niet mee doen? Dan realiseer je dat sommige dingen heel makkelijk zijn. Bijvoorbeeld, dat is een beetje het 101 example van mensen die een Internet of Things apparaat willen gaan bouwen, is de huidige temperatuur meten. Je hebt bijvoorbeeld nu een -10, ik weet niet of het helemaal klopt hier, maar het is behoorlijk koud buiten. Je koopt een thermistor, een analog thermistor of een digitale thermometer. Die koppel je aan je microcontroller. Je leest een van die pinnen uit en die geeft je dan een analoge waarde, die converteer je naar graden Celsius en dat stuur je naar de cloud. Dit is super simpel, omdat je kan gewoon een thermometer elementje koop je voor 50 cent. En daar zit al die logica al in. We zien ook dat vaak heel veel van dit soort apparaten worden eigenlijk alleen maar voor deze hele simpele use cases bedacht. Je hebt allerlei sensoren, en veel van die meetapparaten, die hebben een sensor of een selectie aan sensoren waarvan ze data verzamelen. Maar dat zijn allemaal sensoren die je gewoon off the shelf kan kopen. Die heel erg simpele metingen doen. Daardoor ook een soort limited use hebben. Want ja, je kan hiermee de temperatuur meten, maar als je iets veel complexer wil doen, ja, daar heb je niet een off-the-shelf sensor voor. Bijvoorbeeld een use case van een van onze klanten, die wil olifanten kunnen tracken over de savanne. Ja, er is niet een sensor die je nu kan kopen op AliExpress die ik weet wanneer er een olifant is. Sensor die je voor 50 cent koopt, die je connect in microcontroller. Dit soort dingen zijn veel moeilijker. Dus ik wil bijvoorbeeld weten wanneer ik een olifant hoor. En op dat geval een berichtje sturen naar de cloud. Maar dat is wel, weet je, waar ik denk dat de interessante toepassingen voor al dit soort apparaten eigenlijk zitten. Want er zijn infinite number of sounds, images, vibratie, motion, overal om ons heen. Vaak met dit soort apparaten, als ik een apparaat heb die moet weten of er een olifant is, kan ik niet gewoon een live audio feed
over het netwerk sturen om dat te analyseren, want er is een batterij van mijn apparaat super snel leeg. Hetzelfde eigenlijk met plaatjes. We hebben ook infraroodcamera, of klanten van ons hebben infraroodcamera's. Ze kijken ermee of ze jagers zien. En dan sturen ze een berichtje over satelliet om te laten weten dat er iets aan de hand is. Nou, je kan niet een live video feed ergens doorheen sturen in een groot datacenter met GPU's die data laten verzamelen en analyseren live. Dus denk eens aan alle data die jouw sensoren, die je misschien al in je huis hebt hangen, of sensoren die in industriële use cases onder zitten. Hoeveel data die eigenlijk verzamelen, maar direct weer weggooien omdat ze die niet kunnen verwerken, omdat het veel te duur is om dat door te sturen naar een centrale locatie. En het is ook moeilijke data om direct te kunnen verwerken op het device. Dus wat ik zeg is, devices are cost, bandwidth, or power constraint. Dus niet een laptop die aan een grote glasvezelbinding hangt om die data allemaal te analyseren. Maar goed, we willen dus wel, het is wel het interessante deel. Dus wat als we wel willen weten op het apparaat zelf of we dus een olifant horen, ja of nee? Nou, waarom is het moeilijk? Nou ja, als jij zeg maar 10 seconden een audio hebt, dat zijn 16.000 datapunten. Als je op 16 kilohertz mono audio zit te kijken, een wavefile. Ja, denk aan alle geluiden om je heen die je kan horen. En schrijf dan maar eens een applicatie die zegt, nou, als ik hier een piekje zie en dan zie ik daarna een ander piekje en dan nog een beetje data in een lage frequentie, dat is waarschijnlijk een olifant. Het is heel moeilijk om dit soort regels met de hand te schrijven. Weet je, normaal doen we normaal programmeren. Je hebt input, je sensordata, je hebt regels. Als waarde boven x is, als de temperatuur boven 30 graden is, doe dan de airco aan. Ja, simpel. Dus voor dingen waar dat veel moeilijker is, bijvoorbeeld ik heb data van een microfoon en ik wil weten of ik een olifant hoor, werkt dat veel minder goed. Hoe ik machine learning zie, is er ook niets anders dan dit op een andere manier schrijven, om je programma op een andere manier te schrijven. Dus stil gewoon nog steeds programmeren. Alleen in plaats van dat je zegt, ik heb input en ik heb de regels, en dan daar komt een outcome uit en ik ben aan het itereren over die regels tot ik iets heb wat helemaal klopt. Zeg in machine learning, ik heb input. Ik weet wat de uitkomsten zijn. Dit was wel een olifant, dit was geen olifant. Vind voor mij de regels. Maar uiteindelijk gewoon programmeren. We komen er zo meteen even terug. Nou, wat we met de Jimples doen, is dus dit soort dingen naar sensordata brengen. Dus wij doen machine learning echt specifiek op al dit soort dingen. Dus alles wat messy en high resolution sensor data heeft, daar kunnen we iets mee. Dus dat is ja, geluiden herkennen. Natuurlijk heel duidelijk. Plaatjes herkennen, zelfs. Als de plaatjes klein genoeg zijn, kan je dat vaak zelfs doen op dit soort microcontrollers. Maar ook biosignal analysis. Een van onze grootste klanten doet slaapanalyse en COVID onset detection. Dus een aantal dagen van tevoren al weten wanneer iemand ziek aan het worden is op basis van je biosignal data. Of dingen als het vinden van abnormale vibraties. Dus is de machine die nu aan het vibreren is, vibreert die anders dan andere machines hier om ons heen. Dan denk je net, Jan, heb je nou niet in het begin verteld dat machine learning juist heel erg is op clusters met GPU's in een groot datacenter? Ja, nou, inderdaad. Dus hoe doen we dit? Like, hoe kunnen we zo'n groot model, iets waar we altijd weten dat machine learning heeft heel veel data en heel veel compute nodig, en hoe kunnen we dat draaien op een heel klein en resource constrained apparaatje? Nou, je moet bedenken dat een machine learning model, de drie blokjes die ik net tekende, die helpt je wel de regels te vinden, maar uiteindelijk is een machine learning model gewoon nog een algoritme. En een algoritme is gewoon wiskunde en er niet. Het is een andere manier om het op te schrijven. Stel je bent een sensor aan het bouwen en die moet weten of water boilt. Nederlands. Kookt. Sorry. of water kookt. Nou, je hangt een temperatuursensor erin. Je schrijft het met je logica. Nou, als de temperatuur boven de 100 graden Celsius is, dan ja, water kookt en anders nee. En that's it. Dus je gooit het op je apparaat en daarna kijk je naar de uitkomst. Dus je algoritme, watertemperatuur is nu 102 graden. Volgens je algoritme moet het water koken. Je kijkt ernaar, nou, het kookt inderdaad. Je doet het nog een keer op 98 graden. Volgens je algoritme kookt het niet. Je kijkt ernaar, nou, het kookt inderdaad niet. Ja, prima. Maar nu komt er een tweede variabele in play die hier effect op heeft. Stel, je klimt nu naar 2 kilometer hoogte. En je hebt nog steeds een temperatuursensor en die geeft nog steeds 98 graden aan. Maar volgens je algoritme kookt het water niet. En je kijkt ernaar en je ziet het water wel koken.
En nu heb je dus een interessante use case om te zien, oké, we hebben dus input, onze regels zijn niet complex, en als jij niks weet over dat de boiling temperature of water verandert op basis van de altitude, dat is iets dat je zou kunnen uitvinden met machine learning. Machine learning kan die verborgen correlatie voor je vinden. Dus in plaats van de regels zelf te schrijven, ga je heel veel data verzamelen. Dus je kijkt naar 98 graden op 0 meter en op 2200 meter. Nou, je ziet hier een nee en dan een ja. Je doet het nog een keer op 91, et cetera, et cetera, et cetera. Dat doe je dus voor heel veel data. En je hebt alle variabelen die je denkt dat een correlatie hebben, die verzamel je mee. Nou, dit is je data. En dit is je uitkomst. Dat label. Dus wat machine learning moet doen, is de verborgen correlatie vinden tussen je data en je label. Dus dat doet eigenlijk een machine learning model. Als jij een model hebt dat plaatjes moet klassificeren, zeg je gewoon, nou, al mijn inputdata zijn deze pixels. De uitkomst is, dit is een kat of een hond of iets waar de verzekeraar voor moet opdraaien, ja of nee. Dus het vinden van die formule, dat kost heel veel compute. Want een machine learning algoritme heeft geen idee wat temperatuur is of wat altitude is of wat daar de correlatie tussen kan zijn. Dus hij begint random en hij gaat gewoon variabelen blijven veranderen in die grote formule, totdat hij iets heeft wat klopt. Maar uiteindelijk krijg je er gewoon iets uit als de correlatie dus zo simpel is als hier, de water boiling temperature kan je gewoon uitrekenen. Kan er dus dit gewoon uitkomen. En dat is gewoon wiskunde. En daar maakt het dus niet meer uit of jij nou zelf die functie hebt geschreven, of dat een machine learning algoritme dat voor je heeft bedacht. Dus het interessante hier is dat, voor mij in ieder geval het interessante, en waarom we uiteindelijk at Jimpleson begonnen, is in the end, een machine learning model, nadat je het getraind hebt, is het gewoon wiskunde. En computers zijn ontzettend goed in wiskunde. We denken daarna ook, voor ons, waar we dit soort ML-modellen draaien, op kleine apparaten, is dan ook gewoon alleen maar op de sensor zelf. En doen we niet te trainen. Als we iets moeten trainen, pushen we het naar de cloud, trainen we het weer en pushen we het terug naar de device. Hoe begin je daar dus mee? Het begint gewoon met rauwe data. Dus hoe beter je data is en hoe completer je dataset, hoe beter je uitkomst gaat zijn. En hoe beter je labels zijn gezet, hoe beter die correlatie gevonden kan worden. Want het ML-model zelf weet helemaal niks van sensordata. Dit was het dingetje wat wij eigenlijk hebben gedaan. Was gewoon in Tanzania op een dairy farm. Hebben we gewoon een sensor om een koe omgehangen om te kijken of het goed ging of niet. Vandaar zeggen we oké. Vaak het idee wat mensen zeggen met machine learning is, nou, we hebben heel veel data, we gooien al die data in de centrale locatie en dan laten we het machine learning model uitzoeken. Nou ja, dat kan, maar als je constrained devices hebt, dus je hebt limited compute power, limited RAM, werkt niet zo goed. Dus we gebruiken signal processing om het ML-modelletje een handje te helpen. Dus dit is bijvoorbeeld rauwe data van een accelerometer. Heel messy. Maar we weten, als we een low-pass filter over deze data heen gooien, is die al een stuk smoother en kan het ML-model dus ook veel makkelijker leren. En dat doen we voor allerlei data. Dus bijvoorbeeld audiodata zetten we om naar een spectrogram. Dus en veel minder data, en je weet al exact op welke frequenties dingen zijn, en je kan vaak al dingen gaan zien in dat spectrogram. Als we dat dan hebben gedaan, dat is het moment dat we de computer laten uitvinden. Dus dan gooien we wat machine learning tegenaan, maar omdat we dus al heel veel voorbewerking hebben gedaan, heel erg geholpen hebben met het goed labelen van die data, al de interessante features eruit halen met signal processing, zijn dit soort ML-modellen vaak veel, veel kleiner dan we normaal doen. Ik skip er even overheen, want ik wil naar de demo jumpen. En finally, deployment. Onze deployment pipeline, we komen natuurlijk van embedded space af, waar, zoals ik al zei, vrijwel alles in C of in C++ is geschreven. We pakken je signal processing code, al je ML-code, et cetera, compleet alles verder, maak er één zipje van. En we leveren dat als C++ aan. En je integreert dat in je firmware. Nou. Ik wil even naar de demo. Dat hebben we nog 10 minuten. En dan, het belangrijkste is zometeen, als je denkt, Jan, holy fuck, dat is hartstikke leuk. Ik wil dat ook thuis gaan doen. Ga naar docs.jimples.com. Naar deze talk. Als je al een Arduino of een ander apparaat hebt, dan kan je data gewoon van dat apparaat krijgen met een data forwarder. Of je hebt natuurlijk ook een supermooie sensor suite in je linker of rechter zak zitten, je telefoon. Die kan je ook gebruiken. Dus je kan data van accelerometer, data van de microfoon en data van je camera gewoon gebruiken om dit soort modelletjes te trainen. En we hebben er allerlei supermooie end-to-end tutorials voor.
Dus nou, laten we wat gaan bouwen. Ik heb hier dit apparaat. Het ziet er een beetje uit, misschien als een Raspberry Pi. Het is het niet. Het is een Cortex M4 microcontroller van ST Microelectronics. Dus dit ding hier. Het heeft 128 kilobyte geheugen. Niet veel. En het draait op 80 megahertz. Maar we gaan eens een model bouwen wat kan meten wat ik aan het doen ben, terwijl ik hier achter mijn desk zit. Dus dit is het Jimpulse, dit is onze development environment. En zoals ik zei, het begint gewoon met data verzamelen. Dus ik zeg hier, ik wil nu wat data van de accelerometer hebben. 3 seconden aan data. Nu ligt die even stil op mijn desk. Nou, dat is niet zo moeilijk, dat is helemaal stil. Maar laten we wat een beetje gaan waven, links en rechts. Zij, het is gewoon data verzamelen. Ja, en uiteindelijk is dat het gewoon voordoen aan het model. Dat is cool. Mooie wave. En dan gooi je er nog wat up-down data in. Ja, cool. Dus hij wave en up-down. Ja, er zitten wel een aantal variaties in. Dus we hebben hier al voor een kwartiertje een data verzameld over 4 klassen. Er zit ook nog een snake in, waar ik het over mijn bureau heen ga. Maar dat is heel vervelend geluid over de microfoon. Dat doe ik niet. Dus vandaar zeggen we, nou, dan gaan we beginnen met... we zien het als een soort van pipeline. Dus we beginnen met data snijden. We zeggen, nou, 2 seconden window is ongeveer genoeg. Want in 2 seconden zie je wel ongeveer wat ik aan het doen ben. Dan gaan we gewoon eerst eens even kijken, gaan we het signaal opschonen. Dus we hebben daar een processing block. We hebben allerlei processing blocks voor accelerometer data, microfoon data, andere spectrogrammen, images, et cetera. En dan willen we daarna weten wat we eigenlijk aan het klassificeren zijn. Dus we gooien in dit geval een neuraal netwerk er tegenaan. En dat geeft eigenlijk die grote formule met allerlei getalletjes die je uit moet gaan vinden. Dat gebeurt in dat neurale netwerk. Dus iets van... Nee, je ziet dus hier, ik pak even eentje wat meer data. Je ziet hier heel erg noisy data. En dit is iemand die up en down aan het doen is. Dus al dit soort spikes hier in blauw, ja, dat heeft eigenlijk niet zoveel nut. Het is eigenlijk gewoon ruis. Dus we gooien er een filtertje overheen. En nou, we hebben veel mooier, cleanere data. Nou, dan kijken we naar het frequentiedomein, wordt het nog mooier, cleaner. En dan kijken we naar de spectral power density, naar die buckets. En dat doen we dus voor al deze data in de dataset. Nou, wat komt eruit? Eigenlijk al iets waar we kunnen zien of ons model gaat werken, ja of nee. Dus dit is mijn hele dataset. Dit kun je dus zelf verzamelen in een kwartiertje, ongeveer. Mijn hele dataset met alles kleurgecode. Dus elk van deze dingen is 1 sample in mijn dataset. En je ziet al dat als we gewoon deze data plotten nadat we hebben opgeschoond, dat de data al heel mooi separeert. We zien hier mooi cluster up-down, we zien een mooi cluster wave, we zien een cluster snake, en we zien een cluster idle. En omdat die data nu al zo schoon is, hebben we eigenlijk een formule nadat hij maar heel weinig van dit soort variabelen bevat. Dus ik heb hier eentje getraind. Bijna volledig accuraat. En ontzettend snel. Dus dit is op dit apparaatje. Verwachten we dat dit ongeveer 1 milliseconde gaat kosten om dit te kunnen analyseren. Omdat, ja, het is al, de data wordt al heel erg duidelijk. Dus op dit apparaat kan je gewoon 10 keer per seconde kan je live zien wat iemand bijvoorbeeld zegt. Dus heel erg unpower, 80 megahertz, 128 kilobyte geheugen. Maar powerful enough om dit soort dingen te doen. En wil je dan denken, nou oké, wat is er dan niet goed geclassificeerd in mijn dataset? Zie je het rood puntje? Denk je, oké, nou, dat is inderdaad een beetje een rare sample. Iemand was van de ene kant naar de andere kant of zo aan het gaan. Dus dat is iets waar we nog verder naar kunnen kijken. Is cool. Maar het lijkt dat we iets hebben. Laten we het gewoon eens uitproberen. Dus, wave. Ze hebben nu 4 seconden data verzameld van het device. Die sturen we naar centrale locatie, naar ons. En dan analyseren we die data. Dus we hadden hier 11 windows uitgehaald, 11 windows van 2 seconden. En allemaal geclassificeerd als wave. Dus we hebben een model, het lijkt nog te werken ook. Ongelooflijk. Nou is er één ding waar ML-modellen heel slecht in zijn, en dat wordt veel te weinig benadrukt. En dat is als er data gebeurt die je niet verwacht. Nou, als het leukste onderdeel van de demo. Dit was gewoon ik random met het device aan het shaken. Maar volgens het ML-model, die moet dit naar een van deze 4 dingen mappen. Dat is het enige wat hij weet. Hij weet helemaal niet inherent wat er nog meer aan de hand kan zijn. Denkt hij dat dit ook wave was? Nou, het slaat natuurlijk helemaal nergens op.
Maar we zien wel dat dit cluster eigenlijk ver weg ligt van alle data die we eerder hebben gezien. Dit wordt eigenlijk veel te weinig gezegd, denk ik, in ML. ML werkt alleen maar goed op data die je eerder hebt gezien. Dus wat wij vaak doen, is zeggen, nou, we doen nog een tweede ML-blok erbij. En dit is een ML-blok dat doet anomaly detection. Dus die kijkt naar hoeveel lijkt de data die we nu bekijken eigenlijk op de data die we al eerder hebben gezien. Als een soort safety guard. Iets wat, denk ik, veel meer zou moeten gebeuren in machine learning. Dus we hebben nu het tweede blokje erbij gedaan. En die kijkt nu naar alle andere data. Je ziet hier al die clusters aan data. En je ziet dat de data die we net hadden, het schudden, ver van elke cluster af ligt. Dus nu overwriting zegt hij, nou, ik zou in dit geval het machine learning algoritme niet vertrouwen. Want dit ziet er niet uit als data die we eerder hebben gezien. Nou, cool. We hebben een model. Het werkt. We hebben het getest tegen, tegen data die we nooit hebben gezien, tegen data die we niet verwachten. Als je een dashboardje hebt, zoals deze, ook op je telefoon, en je wilt zien, nou, hoe werkt het dan eigenlijk op het apparaat? Of ik wil een stukje, als ik zie dat iemand aan het waven is, dan wil ik hem bericht sturen in de cloud. Nou, dan druk je hier op het knopje, dan zeg je build model, dan maken we een firmware binary pakket. Die gooien we, die gaan we nu opslaan. Ik heb hem hier al geladen, laat hem even, stop. En dan gaan we zeggen nu, oké, nu run impulse. Nu draait hij op het apparaat zelf. Dus hij ligt nu stil op mijn bureau. Nou, je ziet hier idle 1, dus hij is nu niks aan het doen. Maar je ziet ook hoe snel dit is. Dus we besteden hier ongeveer, dat is iets langer dan, we besteden hier ongeveer 30 milliseconden aan om 2 seconden aan data te kunnen analyseren. Dus super snel en vaak ook geschikt voor dingen in industriële toepassingen. Dus laten we nu even up and down gaan doen. Cool. 1, wave. Ook 1. Nog even schudden. En nu een anomaly score van 1.6. Nou, dat is duidelijk iets wat niet aan de hand is. Dus super simpel. Dit kan je gewoon nawaken met je telefoon. Als je iets wilt doen met audio, kan het ook gewoon. Ik denk dat sensordata juist super leuk is. Dus de laatste 30 seconden. Machine learning is hier. Noem het geen AI. Ik denk, machine learning is veel duidelijker. Alles wat nog niet gebouwd is, dat noemen mensen AI. En alles wat er wel is, heet gewoon ineens machine learning. Het is van wiskunde, underneath. Maar het is ontzettend goed in het vinden van die correlaties. En sensordata is daar super geschikt voor. Omdat sensordata vaak heel erg messy data is. En de interessante dingen die we willen weten in ons echte leven, die kunnen we heel moeilijk vinden met normaal programmeren. Vind maar eens iets, of iemand iets zegt, of iemand tweakers is cool zegt, in een audio stream, door het gewoon uit te programmeren. Machine learning is daar een super perfecte fit. En ja, denk eens naar al die devices die je overheen ziet, die miljarden devices die elk jaar worden gebouwd. En denk eens aan al die, aan wat die apparaten kunnen doen, en ga daar ook eens mee aan de slag. Zelfs als programmeur of als tweaker, want het is een super interessant werkgebied. En ja, potentially an endless possibilities. Echt voor werkelijk elke industrie. Dus, en wil je dit bouwen? Ga naar edgeimpulse.com. Sign up, is gratis voor developers. En can't wait to see what you guys are building. En dan switch ik het terug voor de Q&A. Super Jan, dankjewel. Ik zie de complimenten ook echt in de chat voorbij rollen. Iedereen is blown away bij je presentatie. Is goed gedaan. Voordat we naar de echte Q&A gaan, tweakers be tweakers. Er kwam een aantal keer de vraag wat voor soort piano je achter je hebt staan. Welk merk? Het is een Nord Piano 3. Dus ik had hiervoor een Nord Stage. Maar die is net iets kleiner. En ik heb liever gewoon een groot klavier. Dus als ik weer even aan het compilen ben, dan door. Kijk, heel goed. Ja, het was ook al geraden volgens mij in de chat. Dus heel goed. Ja, heel goed. Dat is heel herkenbaar met die rode kleur. Ik heb trouwens mijn vorige piano aan de pianist van Doe Maar verkocht. Dus als je Doe Maar ooit een keer op een festival ziet spelen op een mooie rode Nord Stage piano, dan zou dat mij eigenlijk nog geweest zijn. Zo, Doe Maar. Over naar de serieuze vragen. Eerste vraag die ook weer binnen kan. Zijn er wel eens toepassingen waarbij een machine learning juist wel zou willen trainen op een microcontroller? Ja, ik denk dat je soms wel eens wat wil herbalanceren. Een van de moeilijke dingen waar mensen tegenaan lopen, predictive maintenance, dus je hebt een machine en je wil weten of de machine goed functioneert, is altijd
een van de eerste voorbeelden die mensen geven. Maar het is heel moeilijk om dit te bouwen, want vaak gebeurt het op vibratie. En elke machine heeft een ander vibratiepatroon waar die staat in de fabriek. En daardoor heb je eigenlijk sensoren die of heel generiek zijn en daardoor heel slecht werken, want die hebben een generiek model. Of dingen die wel heel goed werken, maar kosten heel veel calibratietijd. Dus daar zeg je, nou, ik heb een generiek model. Je zet hem neer, je kalibreert, je gaat in calibratiemodus voor 5 minuten om eens te kijken naar wat zijn zeg maar hier normale trillingen. En dat verwerk je dan in je model. Dus daar zie ik nog wel use case voor. Maar ja, het is nog lastiger met zo weinig compute power. Ja, duidelijk. Nee, dat is duidelijk. Een vraag die er enigszins aan gelieerd is, is deze. Waarom inderdaad toch nog steeds veel C++ gebruikt wordt en geen moderne / veiligere taal zoals Rust? Ja, nou, het, je hebt een heel groot ecosysteem, hè, van compilers, van libraries, et cetera. Die worden gewoon nog, die zijn allemaal nog C++. Je ziet wel een klein beetje Rust opkomen, maar nog heel weinig eigenlijk. En ik denk dat de embedded hoek wel een van de meest conservatieve delen is. Het is echt verbazingwekkend hoe vaak je nog gewoon een compiler uit 2009 of zo onder ogen krijgt. En waaruit de vendor zegt, oh ja, C++11, ja, dat zien we eigenlijk niet echt zin in. Dus we gaan ook dat niet implementeren in onze compiler. Ik denk, ja, jongens. Dus dat, ja, wel een interessant vlak. Je leert heel veel over andere mensen in embedded space. Oh, eens even kijken. Er waren heel veel vragen. Zullen we even een paar goede eruit vinden, want we hebben niet oneindig de tijd. Even kijken. Er kwam nog een vraag binnen. Welk anomaly filter je had toegepast? Dus gebruiken als, zeg maar, als pre-filters gebruiken we, de configuratie die je net zag was gewoon een low-pass filter, een FFT over het resultaat en dan power spectral density buckets die we eruit halen. En dan gooien we, voor de anomaly detection hebben we gewoon k-means clustering algoritme, een klassiek ML algoritme. Dus we clusteren alle data, in dit geval in 32 clusters, op de output van de FFT. En als we dus rare bewegingen zien, dus iemand doet een keer een achtje, dan zie je dat terug op de FFT en dan past die niet meer goed in een bucket. En daardoor kunnen we dus zien dat er iets raars aan de hand is. Duidelijk. Een hele praktische vraag. Voor Bob, waar jij je sensoren koopt en welke je dan zou aanraden voor beginners? Ik zou als je, ik koop meestal bij DigiKey of een Mouser. Als je voor beginners iets wil doen, zou ik een bordje pakken dat al dat soort dingen op heeft. Ik zie hier niet eentje, maar de Arduino Nano 33 BLE Sense. Hele mond vol, maar ongeveer deze grootte. Dus niet exact die, maar ongeveer die grootte. Die heeft en een Bluetooth radio, en accelerometer, en een microfoon erop. En het doet het helemaal net impuls, front-to-end. Dus als je ergens mee wil beginnen, voor 3 tientjes of zo, dan zou ik die pakken. Nice, ja, dat klinkt goed. Even kijken. Even zien, als je dergelijke sensoren in de industrie gaat gebruiken, is er dan nog wel een noodzaak om die sensoren aan een netwerk zoals het internet te hangen? Je wil vaak toch nog wel een stuk minder. Dat wel, maar je wil vaak toch nog wel ergens een control plane hebben. Want ja, het is wel leuk dat het apparaat weet dat er iets aan de hand is, dat hij iets hoort. Maar je wilt ook nog conclusies aan verbinden. Maar wat wil je... We hebben met een klant in predictive maintenance, die gebruiken Edge Impulse. Die hebben hiervoor gebruikt ze wifi om de rauwe data van de sensor naar een centrale locatie te sturen. Gewoon op een olieplatform of zo staat er ergens een serverkast met hun server erin. Het ging over wifi naar het apparaat toe, daar deden ze de analyse. Nu draaien ze 80% of zo van hun compute draaien ze op het apparaat zelf. Dus ze doen eerst al een pass en als het gewoon normaal eruit ziet, dan hoeven ze niet meer de wifi-radio aan te sturen en iets te doen. Maar weet je, de laatste 20%, als er iets aan de hand zou kunnen zijn, dan gewoon better safe than sorry. En dan sturen ze nog steeds in diezelfde locatie. Alleen hierdoor hoef je dus de radio van het device maar nog maar 20% te gebruiken. En dat is vaak wat de battery power in dit soort apparaten moet beschrijven. Want het draaien van een radio is gewoon heel erg energie-inefficiënt. Ook omdat je moet opstarten. Dus zij zijn van 3 naar 6 jaar lifetime gegaan op hetzelfde apparaat. Door alleen maar een stukje van het algoritme te verplaatsen. Dus best wel vet.
Ja, dat is inderdaad vet. Even kijken. Vraag van Niels. Maken jullie gebruik van library om jullie model in C++ te runnen? OpenCV of OpenVINO? Of schrijven jullie direct met bijvoorbeeld TensorFlow? Wij hebben een, we hebben onze eigen compiler voor neurale netwerken. Heet Ion. Ion gebruikt delen van TensorFlow. Dus TensorFlow is opgebouwd uit kernels. Dus je hebt een convolutional kernel of een, nou, misschien moeilijk uit te leggen, maar je hebt een fully connected kernel. Dus je hebt gewoon een vector hier en een vector daar en die moeten met elkaar vermenigvuldigd worden. Die kernels gebruiken wij TensorFlow, maar de rest compilen we, omdat we volledig controle willen hebben over het geheugengebruik op het apparaat en dus bijvoorbeeld geen interpreter willen hebben. Daardoor kan het heel klein worden. En voor de rest van de code, alle Sigma Processing Code en alle klassieke ML-algoritmes zijn door ons geschreven. Maar open source, Apache 2, license, gaat naar GitHub, en Jamboard SDK en bouwen. Nice. Even kijken voor de volgende vraag. Nou, dan klik ik hem weg. Dat is handig. Computers, joh. Onhandige dingen. Mijn volgende start-up gaat gewoon een restaurant zijn of zo. Niks met computers. Nou, vergis je niet hoeveel werk dat is. In de demo zie je dat je data krijgt en analyseert. Zijn dit soort chips ook geschikt een constante stream-analyse toe te doen? Ja, dus dit gaat helemaal in real-time. Het mooie hiervan is omdat we zo efficiënt zijn. Dus we kunnen dus bijvoorbeeld vibratiedata met 10 milliseconden per seconde of zo. Dus wat je 1% van de tijd moet je op volle snelheid draaien. De rest van de tijd, als je data aan het verzamelen bent, kan je naar hele lage power states switchen. Dus je kan 99% van de tijd ben je gewoon alleen maar aan het data verzamelen. En dat kan op de laagste power state. Dan switch je gewoon even voor 10 milliseconden naar een hele hoge power state. Daar zijn dus de microcontrollers heel geschikt voor. En dan run je de inference en dan kijk je of je iets mee moet doen. Dus we hebben dit geïmplementeerd voor vibratiedata, zoals je zag, maar ook voor audio. Dus hoe je met audio dit soort dingen maakt, is dat je eigenlijk een pipeline hebt waar de rauwe data binnenkomt, over je DMA-buffer. Dan krijg je een signaal. Dan bouwen we een klein stukje van een spectrogram op. En dat voegen we toe aan je huidige spectrogram-buffer, na een seconde. En dan runnen we 5 keer per seconde zo die inference. En hierdoor kan je dus daar ook 60% van de tijd gewoon aan het slapen zijn. En efficiënt. Maar het idee is altijd dat je dit soort dingen real-time moet kunnen doen op real-time sensor streams. Dat is een hele technische mond vol, maar ja, het kan. Ja, daar zijn we helemaal niet vies van hoor, dat mag best. Pardon. Nog een vraag over de software inderdaad, of die ook aangeboden wordt aan, voor onderwijsdoeleinden. Ja, nou, je mag het als je in STEM, ik weet niet hoe dat in het Nederlands heet, STEM, ja, whatever, science, bla bla. Inval voor educatie, ja, superleuk, zeker. We hebben, ik weet het, een middelbare school in Canada gebruikt het gewoon in een curriculum. Nice. En super vet. En ja, ga naar de website, sign up. Je kan het gewoon met je klas doen. Je krijgt compute inclusief, je kan het met telefoons gaan doen. Ik denk dat het superleuk is voor kinderen, juist, om eens een keer echt met sensordata te spelen. En ja. Er zit ook wel in bedrijven's DNA. Ik weet niet of mensen de Microbit kennen. De kleine computers van BBC. Mijn co-founder, Zach, was de eerste CEO van Microbit. Dus we hebben een hele lange historie met educatie. En ja, kennis delen ook hierin. Dus ja, superleuk. En als je support nodig hebt of lespakket of zo, stuur me een mailtje. jan@jimpels.com en ik breng je in contact met mensen die het vaker doen. Super. Hey Jan, dankjewel. We zijn door de tijd heen. Dus we moeten het hierbij laten. Dus nogmaals dank voor je briljante talk. Daar heb ik erg van genoten. Dus ik zou iedereen vast de lobby uit willen sturen in elk geval voor het laatste stukje van de avond, namelijk de social en de borrel. Dankjewel. Goed, dankjewel Floris.